Gerenoveerd museum KAM is heropend en viert 100ste verjaardag. Ongeval op de afrit A73 bij Dukenburg. En ze zijn er weer klaar voor. Beuningen on Ice gaat van start. Bij de Uivermeertjes in Deest is donderdagmiddag een lichaam aangetroffen. Dat meldt politie iets voor 3 uur. Er wordt nog onderzoek gedaan op de vindplaats. En wanneer er meer bekend is, houden we je op de hoogte via onze website rn7.nl. Het Nijmeegse museum KAM is weer open. De afgelopen jaren was dit onderzoekscentrum dicht voor renovatie, omdat het niet meer voldeed aan de moderne eisen. Inmiddels is het gebouw veel duurzamer en beter toegankelijk voor minder valide. Het is ook meteen feest, want het museum bestaat 100 jaar. Vandaag vieren we dat museum KAM 100 jaar bestaat. Museum KAM is anders dan de naam doet vermoeden. Geen regulier museum. Het wordt meer gezien als een onderzoekscentrum voor professionals. Het is wel te bezoeken, maar alleen op afspraak. Het betekent meer dingen. 1. Het is ons enige Gelders museum wat van de provincie is. Het bevat de archeologische collectie van de provincie Gelderland. Het is een van de belangrijkste en grootste die we kennen in Nederland. Maar het is natuurlijk ook prachtig dat het museum helemaal gerestaureerd is. En hier midden in de oudste stad van Nederland staat. Een van de belangrijke plekken in de hele Limes-lijn die door Nederland en Duitsland loopt. De grens van het Romeinse Rijk. Ja, hoe mail wil je het allemaal hebben? Eigenlijk is het gebouw teruggebracht naar zijn originele staat. Ja, er is kleurenonderzoek gedaan, materiaalonderzoek en heel veel origineel van het gebouw was nog aanwezig. Was dichtgeschilderd of een muurtje voorgezet, maar het is helemaal teruggebracht naar zijn originele staat. De temperatuur en luchtregelingen zijn aangepast. Het gebouw is van gas afgegaan. Je ziet het niet, maar het hele dak ligt vol met zonnepanelen. Alles is met LED-verlichting. Dus eigenlijk is het klaargemaakt met alles wat we nu weten voor de komende 100 jaar. Nou, de functie van het gebouw is archeologisch onderzoek. En het grappige was dat inderdaad toen de restauratie begon, er net buiten de fundamenten van het gebouw nog een archeologische vondst is gedaan. En de objecten die daaruit zijn gekomen, die waren echt puntgaaf. Heel mooie keramiek onder andere. Die is onderzocht, gerestaureerd, krijgt een nummertje en wordt dan opgenomen hier in de collectie voor verder onderzoek. Je kunt hier alles zien van wat de Romeinen gebruikten en gemaakt hebben in die tijd. Maar je kunt op dezezelfde plek, wordt ook onderzoek gedaan. Er zijn hier zelfs een aantal sarcofagen te vinden. Dus je kunt eigenlijk alles wat met archeologie te maken heeft, kun je hier ook gewoon vinden en doen en beleven. Momenteel ziet het museum er nog niet helemaal af uit. Zo zijn veel vitrines nog leeg. Dat heeft vooral te maken met de behandeling die deze hebben gehad, waardoor de vocht- en luchtbalans weer even op peil moeten komen. Ja, in de komende maanden gaan we dat vullen. Het gebouw is officieel nog niet opgeleverd, wel geopend, maar nog niet opgeleverd. En wij gaan in de komende maanden hier duizenden objecten neerzetten. Heel veel uit de originele collectie van Gerhard KAM, de man die het museum 100 jaar geleden stichtte. En heel veel aangevuld met archeologische vondsten uit deze provincie. Er komt een verkeersdrempel in de Heidevenstraat in Nijmegen. Normaal is dat geen nieuws, maar nu wel, want deze drempel komt er omdat satellietgegevens aangeven dat auto's vaak te hard rijden in deze straat. Buurtbewoners maakten zich al een tijdje zorgen hierover en de verzamelde data leveren nu het bewijs. Auto's die verzamelen allemaal data die ze terugsturen naar de fabrikant, waaronder data over snelheid en positie en tijd. En daarin die software kunnen wij zien hoe hard auto's waar rijden en waar ze ook te hard rijden. Ja, iedereen rijdt, ik denk boven 50 aan. Meestal is hier 30 of 20. En kleinkinderen zijn in de straat en scholen zijn ook dichtbij. De data zorgen misschien wel voor fysieke veiligheid, maar hoe wordt onze privacy beschermd? In principe kopen wij alleen data in die volledig geanonimiseerd is. We kunnen op geen enkele manier herleiden wie wanneer waar heeft gereden. Over een paar jaar brengt een ontwikkeling genaamd Intelligence Speed Assistance ons zelfs nog een stapje verder.
Hierdoor wordt het gros van de drempels overbodig. Dat is eigenlijk het systeem die weet waar de auto zich op dat moment bevindt. En die zorgt ervoor dat er automatisch een begrenzing op gaat. Dus auto's die op een 30 wegrijden kunnen dan niet harder dan 30. Of 80 kunnen niet harder dan 80. En op die manier kunnen mensen niet meer te hard rijden. Maar voorlopig moet de Heideventstraat het met een nieuwe drempel doen. Die overigens meer dan welkom is. Ik vind het perfect idee. Ik word heel blij. Ja, dat willen we al jaren heel graag. Echt. Zometeen in het RN7 Regio Nieuws. It Giran. Ook in Beuningen worden de schaatsen weer uit het vet gehaald. Want na 3 jaar gaat Beuningen on ice dit weekend weer van start. Hulpdiensten moesten donderdagochtend uitrukken voor een ongeval tussen 2 personenauto's op de afrit van de A73 bij Dukenburg. De bestuurder van een Volkswagen Golf kwam van de snelweg af, maar wilde onderaan de afrit rechtdoor om de snelweg direct weer op te rijden. De bestuurster van een Citroën kwam van de Boetbergweg en wilde ook de afslag richting de A73 nemen. Op de kruising kwamen beide met elkaar in botsing. De bestuurster van de Citroën werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide auto's zijn totaal los en werden weggesleept. Het lijkt erop dat een meerderheid van de Nijmeegse Raad zich kan vinden in de plannen om het nieuwe zwembad, dat in de Winkelsteeg gerealiseerd gaat worden, te combineren met de sporthal van de Jan Massinkhal. Dat zou betekenen dat de huidige Jan Massinkhal halverwege 2025 gesloopt zal worden, zodat er in 2027 een nieuwe gecombineerde sporthal en zwembad kan staan. Enkele partijen beschouwen het als een gemiste kans dat het college er niet voor kiest om ook een ijsbaan ter vervanging van het Geavium mee te nemen in de plannen. De huidige ijsbaan kent dure technische problemen en wordt geconfronteerd met een fors gestegen energierekening. Volgens de wethouder Noël Vergunst zit het huidige huurcontract van het Geavium deze plannen bij voorbaat al in de weg. Gemeente Druten heeft opnieuw het huurcontract voor het cruiseschip in de Wouwhaven verlengd. Het schip biedt sinds mei dit jaar tijdelijk woonruimte aan 136 Oekraïense vluchtelingen. In eerste instantie had de gemeente het schip gehuurd voor 6 maanden. Vanwege de aanhoudende oorlog in Oekraïne is het huurcontract afgelopen september verlengd tot eind februari. Opnieuw heeft de gemeente nu besloten om het huurcontract te verlengen tot eind 2023. Supermarktketen Albert Heijn neemt een aantal winkels van Jan Linders over. Linders heeft 5 supermarkten in Gelderland, waaronder in Nijmegen Lent, Ewijk en Wiegen. Het familiebedrijf heeft nog 63 winkels. Het grootste deel gaat over naar Albert Heijn. Voor 11 winkels van Jan Linders wordt een nieuwe eigenaar gezocht. Dat is ook het geval voor deze supermarkt in Lent. Die winkel wordt niet omgebouwd, melden Jan Linders en Albert Heijn. De leiding van Jan Linders benadrukt: we worden niet overgenomen, maar we worden franchise-nemer van Albert Heijn. NEC komt tijdens het trainingskamp in Spanje met mooi contractnieuws. Aanvoerder Lasse Schöne verlengt zijn contract met 1 jaar en blijft daarmee tot de zomer van 2024 verbonden aan NEC. De contractverlenging is de eerste echte daad van nieuwe technisch directeur Carlos Albers. De 36-jarige Schöne speelde tussen 2008 en 2012 al voor NEC en keerde vervolgens in de zomer van 2021 weer terug bij de Nijmeegse club. Het heeft een paar jaar geduurd, maar inmiddels kan het schaatsevenement van Beuningen weer van start gaan. De laatste voorbereidingen voor Beuningen on Ice worden afgerond en deze zaterdag gaat het dan echt weer gebeuren. De schaatsen mogen weer uit het vet, ook in Beuningen. Misschien weinig uniek, gezien er inmiddels al op veel plekken in de regio geschaatst kan worden. En wat wel uniek is, dat wij een aparte kinderbaan hebben. Zodat de kleinste tot 8 jaar hier op een aparte baan kunnen schaatsen. En die kinderbaan die gebruiken we dan weer in de avonduren als curlingbaan. We hebben 2 curlingbanen hier achter ons gelegd. Beuningen on Ice gebruikt een aggregaat en vaste stroom. Een aggregaat wordt door diesel gevoed, daardoor is dat duurder dan vaste stroom. Toch zien bezoekers dat niet terug in de prijs. Wil je schaatsen en heb je zelf schaatsen, dan betaal je 3 euro. Voor die 3 euro kan je 2 uur op de baan. Heb je geen schaatsen, nou die verhuren wij ook. En dan kost het 6 euro. En we draaien hier deels op vaste stroom en deels op een noodaggregaat. Vaste stroom is wat goedkoper als een aggregaat, want aggregaat wordt gevoed door diesel. We zien nu al na een paar dagen dat we behoorlijk wat diesel verbruiken. Maar
ons gevoel zegt dat het goed komt. Mede dankzij onze sponsoren en uit ervaring van de voorgaande edities. Toen kwamen er toch wel tussen de 80 en 100.000 mensen naar de schaatsbaan. Naast het schaats- en horecagedeelte is er ook een podium voor entertainment. Dan moet je denken aan de vrijdag en de zaterdagen. Dan zit daar of een DJ of er komt een artiest optreden. En daarmee hopen wij natuurlijk wat extra publiek in de horecatent te trekken. Van Ronnie Ruisdaal tot Rutger van Barneveld. Leuke DJ, DJ Mike, DJ Robert Pauwels. 8 januari is de laatste dag waarop je kunt schaatsen. De dag wordt op een bijzondere manier afgesloten. En dan is er ook een smeltfeest, zoals we dat noemen. Dan trekken wij buiten zeg maar, de stekker eruit van de chillers. De machines die de ijsbaan maken. Ja, dan kunnen ze hier nog schaatsen tot een uurtje of 7. En dan gaat om 9 uur de baan echt helemaal dicht. Het was weer een schitterende dag vandaag. Koud, maar heerlijk zonnig. Zoals ook hier achter mij in de Betuwe. Levert mooie plaatjes op en daar moeten we ook maar goed van genieten. Want volgende week slaat het weer flink om. Morgen belooft ook nog een prima dag te worden. Droog en veel zon. Koud is het nog wel en de temperatuur zal niet hoger uitkomen dan 1 graadje boven het vriespunt. Ook het weekend verloopt nog veelal zonnig en droog, met in de nacht nog flinke vorst. Het wordt zondagnacht nog min 7 en vanaf maandag slaat het weer om en wordt het overdag maar liefst 10 graden, maar krijgen we ook de nodige regen te verwerken. Tot zover het RN7 regionieuws van vandaag. Voor het terugkijken van onze uitzendingen kun je terecht op onze YouTube-kanaal en volg ons ook op Facebook, Twitter en Instagram. Nu op RN7 kun je kijken naar weer een nieuwe NEC-update vanaf het trainingskamp in Spanje. We zijn er morgen weer. Graag tot dan.